kwast van de ziel, het stof van het dagelijks bestaan. Dat het rechtse kabinet geen ziel heeft, is niets nieuws onder de maan. Want de zon schijnt niet, ik voel alleen de harde druppels van de regen. Dus je weet het, daarom is het Brabants orkest de protest hier tegen. Brabant verdient 20% van het bruto nationaal product. En we krijgen maar 2% van cultuur terug. Dus achter onze rug is dit niet de verhouding. En als orkest hebben we ons al lang bewezen. Maar we hebben deze steun toch echt nodig om te kunnen overleven. Brabants orkest in protest. Wij willen door, maar het geld is er niet voor. Brabants orkest, wij zijn een perfect team. Niet voor de massa, niet voor het geld, niet voor de kassa, dus uitgeteld. Cultuur is waarom Lowlands ontstond. En ik bij het Louvre in de rij buiten stond. Nederland schreeuwt een cultuur, ik wou dat nog luider kon. Weg met de cultuurkaart, ik haat het als een maatpak over iets praat. Zonder kennis van zaken die ons aan het lot overlaat. Wat is Nederland dan over 200 jaar? Niks meer dan de geologische plekken praat. Aangezien culturen van duizenden jaren als enige achterlaat. 200 miljoen bezuinigen, drie keer meer dan men bij anderen steelt. Onze klap komt dus drie keer zo hard aan, lekker eerlijk verdeeld. In protest, wij willen door, maar het geld is er niet voor. Brabants orkest, wij zijn een perfect team. Niet voor de massa, niet voor het geld, niet voor de kassa, dus uitgeteld. Werkloosheid zal stijgen, schrijvers zullen niet meer schrijven. Voor musea het einde, zalen programmeren alleen nog maar veilig. We geven niet zomaar op, we vechten voor ons allergrootste bezit. En dat is de cultuur die bij heel Brabant in de genen zit.